2021 moet worden uitgeroepen tot het jaar van de zonen, vindt NPS-parlementariër Patricia Etnel. Ze heeft graag dat er meer aandacht en liefde wordt besteed aan jonge heren. Om dit gedaan te krijgen heeft Etnel enkele projecten in voorbereiding die zij binnenkort zal delen met de voorzitter van de Nationale Assemblee. Ze wil de totale volksvertegenwoordiging betrekken bij haar plannen. Een van deze projecten wil Etnel al in september uitvoeren. Het project moet worden dat we toch wel willen werken met jongeren tussen 12 en 18 jaar. Waarbij ouders, wanneer ze zien van zo'n kind van mij heeft meer aandacht nodig, meer liefde, het dreigt dat die touch met die ouder er niet is. Toch vanwege het feit dat het gedrag een probleem is, dat de ouders, wanneer het project helemaal gefinaliseerd is, dat ze hun kinderen kunnen opgeven voor het project. Het wordt een driedaagse sessie met de kinderen waarbij verschillende onderwerpen aan te pas zullen komen, waarbij we ook met die kinderen samen zullen werken. En we willen met groepjes van 30. Dus dat is het projectvoorstel dat ik zal hebben, groepjes van 30. En dan moet het zo zijn dat we daarmee een bijdrage leveren om het gedrag te vormen in een positieve zin. Maar meer nog ook om ervoor te zorgen dat we jongeren bewust maken van de keuzes die ze maken. Want dat is vaak iets dat we jongeren moeten leren. Want elke keuze die je maakt, heeft gevolgen. Als je kiest voor A, is het gevolg B of C. Als je kiest voor B, is het gevolg C of D. Jongeren moeten dat weten en ze moeten ook leren omgaan met hun emoties, leren omgaan met hun gevoelens. Want de liefde moet mooi zijn, de beleving daarvan moet prachtig zijn. Volksvertegenwoordiger Patricia Etnel. Ze zegt dat ze sinds 2014 bezig is met projecten die gezinsversterking als doel hebben. Ze wil ook meisjes betrekken bij dit project, zodat we sterke mannen en vrouwen klaarstomen voor de maatschappij.